Daniel. Welkom bij Circus Expert. We hebben al eens een video gemaakt over hoe je onder je benen gooit. Maar je kunt ook trucjes doen waarbij je onder je benen vangt. En in deze video ga ik je vijf verschillende manieren laten zien waarop je onder je benen kunt vangen. Je hebt namelijk de normale rechterhand, rechterbeen aan de buitenkant vangst. Of de linkerhand, linkerbeen, dat is dezelfde, maar dan gespiegeld. Ik gooi de bal omhoog en het helpt om al tijdens het gooien je been op te tillen. Dat je ruimte hebt om te vangen. En ik moet best wel hoog tillen. Als ik een laag til, dan moet ik heel ver mijn lichaam draaien om erbij te kunnen. Terwijl als ik mijn been omhoog til, dan heb ik plek voor mijn hand en kan ik makkelijk vangen. Dat is de meest normale manier. Ik noem het dezelfde hand buitenkant. Want ik ben namelijk aan mijn buitenkant van mijn been met dezelfde hand als een rechterbeen, rechterhand of linkerbeen, linkerhand. Maar ik kan ook andere kant, binnenkant. Dus andere hand binnenkant. Als ik mijn linkerbeen pak, dan haak ik aan de binnenkant erdoor met mijn arm en komt die hieruit. Dus ik gooi van links naar rechts en ik vang onder mijn been aan de gekruiste kant of van rechts naar links. Mijn linkerhand gaat aan de binnenkant onder mijn been door en vangt aan de buitenkant. Dat is variatie nummer 2. Dus variatie nummer 1, dezelfde kant buitenkant, dezelfde hand buitenkant. Variatie nummer 2. Andere hand, binnenkant. Dus linkerbeen, rechterhand. En dan van de binnenkant erdoor. Dan kan ik ook dezelfde hand, binnenkant. Dat is van binnen naar buiten. Dus mijn rechterhand gaat onder mijn rechterbeen door. Hier zo, onder mijn knie. En daar zijn twee verschillende manieren van. Ik kan dat doen onder mijn onderbeen. De andere hand. Of ik kan het doen met een soort pinguïn. Onder mijn bovenbeen. Dan gaat mijn hand draaien naar binnen buiten. Dan komt hij hier zo uit. Ik ben trouwens blij dat ik vandaag de beanbags heb gekozen van Mr. Bash. Want die rollen niet zo ver weg. Als ik dit met een ronde bal had gedaan, dan was ik nu achter de ballen aan het rennen. Dus even kijken, nog een paar pogingen. Dat kan beter. Dat zijn de twee variaties van dezelfde hand binnenkant. Dan heb je ook nog andere hand buitenkant. En dat is de allermoeilijkste. Dan moet ik met mijn rechterhand aan de buitenkant van mijn linkerbeen en dan nog aan de binnenkant die bal zien te vangen. Dat ziet er zo uit. Ik kan mijn hand nauwelijks daar vasthouden. Want als je kijkt, je ziet niet eens de hand echt boven de bal verschijnen. Maar als ik het heel snel doe, heb ik net genoeg tijd om eventjes mijn hand tak omheen te tikken en hem te vangen. Maar het gaat zo snel dat ik mijn been niet daar in de lucht hou. Kan ik het ook aan de andere kant proberen? Net niet. Poging 2. Nou, die eerste paar manieren van een balletje jongleren en vangen, die kan ik wel in een patroon verwerken. Bijvoorbeeld in de cascade eentje omhoog gooien en vangen. Onder mijn been, dezelfde hand buitenkant. Of andere hand binnenkant, die ook nog wel lukken. En misschien zelfs wel dezelfde hand binnenkant. Op die manier. Maar trucjes zoals die, wat was het? Andere hand buitenkant, zoals deze dus. Oh, hij ging net beter, hè? Maar nog een keer proberen of het in die andere hand lukt. Dat is het, deze. Ah, we zitten er bijna. Mijn linkerhand moet ietsje harder oefenen, dan kan ik het ook. Trucjes zoals die zijn heel moeilijk om in een cascade te stoppen. Maar misschien heb je wel een sequence waarbij je met één bal jongleert en zegt, nu wil ik wat geks doen. En dan moet in één keer zo'n beweging zoals deze ertussen komen. Daarvoor kun je deze vijf verschillende manieren van onder je been vangen gebruiken. Er zijn natuurlijk ook heel veel manieren van onder je been gooien. Die kun je met elkaar combineren als je ze achter elkaar doet. En eigenlijk is het een tool die je kunt gebruiken om je eigen trucjes mee te ontwerpen. Want er zijn zoveel verschillende manieren waarop je verschillende beenworpen en beenvangen achter elkaar kunt doen, dat je oneindig veel ermee kunt experimenteren en spelen. Ik hoop dat deze vijf manieren van onder je benen vangen jou inspireren. En ik wens je heel veel succes. Als het jou helpt, laat even een duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal, want dan krijg je wel heel veel meer beenworpen, beenvangen en andere trucjes te zien. Dus, hopelijk tot ziens bij de volgende video en veel jongleerplezier. Doei doei!